Schiphol of Burgerveen. Een kwestie die de laatste tijd de gemoederen in Nederland druk bezighoudt. Ook wij willen u er iets van vertellen. Dit is Burgerveen, midden in de Haarlemmermeerpolder. Volgens de heer Plesman, de directeur-generaal van de KLM, is het een geschikte plaats voor een nieuwe centrale luchthaven die naar zijn mening Nederland nodig heeft. Er is een tijd geweest dat de grote Nederlandse luchthaven Schiphol, die 11 kilometer van Burgerveen af ligt, onbruikbaar was. Op 5 mei 1945 was het één chaos van verbrokkeld beton, versplinterd hout en verwrongen staal. Bommen waren er zonder tal op neergeregen. Zij misvormden de eens zo prachtige luchthaven tot één gigantische, ontmoedigende puinhoop. Maar in Nederland werden wederopbouw en herstel energiek ter hand genomen, ook op Schiphol. Het terrein werd geëgaliseerd. Er werden gebouwen opgetrokken, de een na de ander. Zeker, het waren noodgebouwen en ze waren van hout, maar er kon in gewerkt worden en daar ging het om. Naast de houten administratiegebouwen verrezen spoedig de eerste loodsen en hangars waarin vliegtuigen konden worden ondergebracht. En werkplaatsen waar ze zo nodig gerepareerd konden worden. Schiphol kreeg zijn vooroorlogse plaats terug en werd weer landingshaven voor vele luchtvaartmaatschappijen. In 1947 vertrokken van Schiphol 230.000 passagiers. En meer dan 3 miljoen kilo bagage werd vervoerd. Met de regelmaat van een klok werden de internationale diensten gevlogen. Nog steeds wordt Schiphol uitgebreid. Binnenkort zullen de houten noodgebouwen kunnen worden opgeruimd, want vele permanente gebouwen en de 21 meter hoge verkeerstoren zijn al bijna klaar. De gemeente Amsterdam wil dit vliegveld, dat op het ogenblik een der belangrijkste van West-Europa is, voor de hoofdstad behouden. Wat de toekomst in zich bergt, weten we niet. Schiphol of Burgerveen. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken.